Het is Pasen en bijna allemaal hebben we wel een paar dagen vrij. Er staat volop leuks op de agenda. En ik ga je vertellen wat je allemaal zou kunnen doen. Hij vult met gemak gigantisch grote zalen als Ahoy. Maar hij draait ook zijn handen niet om voor het kleinere werk. Paul Elstak, de Rotterdamse DJ. Dit jaar staat hij in zaaltjes als De Pul in Uden, of Club Fox in Stadskanaal, of Seasons 2.0 in Schoonhoven. Want daar draait hij dit weekend. Hij draait hardcore en happy hardcore. En uiteraard staat ook die ene hit op het programma, Rainbow in the Sky. Welke Rotterdamse dj kan nou zeggen dat hij in de top 2000 staat met een eigen nummer? Paul Elstak over de 50, maar nog hartstikke fit en populair. De stad waar ik eens ben geboren, Ketelbinky, langs de Maas, het zijn van die oer... Hollandse Rotterdamse volkshits die jij vast ook mee kunt zingen. Goed nieuws. Dit weekend tijdens de Nacht van Rotterdam mag dat. In het koetshuis, die prachtige locatie, staan ze allemaal op het repertoire. Ze worden onder meer gespeeld door de wannabes. En als je die naam hoort weet jij vast net zoveel als ik. Dan wordt het feest. De Nacht van Rotterdam, Hollandse volksliedjes, lekker uit volle borst. Ja. Steven Spielberg, hij is inmiddels 71 jaar oud, maar met pensioen? Ik dacht het niet. Hij is nog zo actief als wat. En zijn nieuwste film heet Ready Player One en wordt door critici al de beste Spielberg in de laatste 10 jaar genoemd. De film speelt zich af in de nabije toekomst, in 2044 en niet in onze wereld. Die heeft volgens Spielberg afgedaan. Critici, diezelfde critici noemen de film ook een op hol geslagen kermis. Zo krankzinnig zijn de sets en decors die Spielberg dit keer gebruikt. Deze film is dit weekend te zien in bioscopen in de hele regio. De stad waar ik eens ben geboren, Ketelbinki en Langste Maas, het zijn van die oer-Hollandse Rotterdamse volkshits die jij vast ook mee kunt zingen. Goed nieuws, dit weekend tijdens de nacht van Rotterdam mag dat. In het koetshuis, die prachtige locatie, staan ze allemaal op het repertoire. Ze worden onder meer gespeeld door de wannabees. En als je die naam hoort, weet jij vast net zoveel als ik. Dan wordt het feest. Wat een gigantische hit is de voorstelling: hyperrealisme, sculptuur in de kunsthal. Ik geef toe dat het een behoorlijk suffe naam wordt, tentoonstelling. Maar wat je er ziet, is alles behalve suf. Het zijn gigantische beelden soms zo klein en ze zijn levensecht. Ze zijn zo echt dat de bezoekers soms niet in de gaten hebben of het nu mensen zijn die de tentoonstelling ook bezoeken of gewoon beelden. Het is een selfie hit. Zet Instagram aan of Facebook en je ziet continu mensen die er zijn geweest en die je plaatjes hebben geschoten en je moet ervoor in de rij staan want hij loopt als een speer. In de kunsthal deze echte beelden missen niet. Dit waren ze de tips van dit weekend. Ik wens je een heel fijn pasen en vergeet het filmpje niet te liken en heb je tips? Laat het ons weten.